4 simpele tips om te stoppen met roken. 4 simpele tips om te stoppen met roken. Er bestaat geen twijfel over, stoppen met roken vereist een hoop kracht, doorzettingsvermogen en wilskracht. We kunnen deze opgave echter wel iets makkelijker maken door gebruik te maken van enkele zeer behulpzame tips. Stoppen met roken is een zeer zwaar proces en elke roker gaat er weer op een iets andere manier mee om. Sommige mensen kiezen ervoor om langzaamaan te stoppen, anderen gaan steeds heen en weer en een kleine groep is in staat om van de ene op de andere dag te stoppen en daarna nooit meer een sigaret aan te raken. Stoppen met roken is in geen enkel opzicht makkelijk. Dit doel vereist meer dan alleen een sterk voornemen. Om te stoppen met roken moet je een duidelijke drang hebben om een gezonder leven te leiden en bepaalde stappen te ondernemen om je gewoontes te verbeteren. Daarnaast moet je kunnen rekenen op de steun van je omgeving. Het kan zeer behulpzaam zijn om te leren om de triggers die ervoor zorgen dat je de drang krijgt om een sigaret op te steken onder controle te houden. Stoppen met roken geeft ons niet alleen de kans om onze gezondheid te verbeteren, maar helpt ons ook om onze levenskwaliteit te verbeteren en ons gevoel van welzijn te vergroten. Het is de moeite dan ook meer dan waard. Advies om te stoppen met roken. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je besluit om te stoppen met roken. Een van deze dingen is het gegeven dat je hersenen hun dagelijkse dosis nicotine zeer zullen missen. Dit gebrek aan nicotine zorgt ervoor dat je lichaam bepaalde ontwenningsverschijnselen gaat vertonen. Dit gebeurt zelfs al 20 minuten nadat iemand zijn laatste sigaret heeft opgerookt. Vrijwel alle rokers zullen zeggen dat het moment waarop ze 's ochtends wakker worden nadat ze tijdens hun slaap tussen de 7 en 9 uur niet hebben gerookt, het lastigst is. De lichamelijke veranderingen zijn heel duidelijk merkbaar, een verhoogde hartslag en bloeddruk, een droge mond, angst en de drang naar eten. Nadat je een dag niet hebt gerookt, gaan het gehalte koolstofmonoxide en het gehalte nicotine in je lichaam omlaag. Dit is het moment waarop je hersenen je lichaam gebieden om de schade die de tabak heeft aangericht aan je hart en longen te herstellen. Gedurende de eerste 3 weken waarin je bent gestopt met roken, zul je nog meer duidelijkere veranderingen merken. Deze eerste 3 weken zijn hoe dan ook het lastigst en het is dan ook super belangrijk om tijdens deze periode goed te letten op je dieet. Laten we dan nu eens kijken naar onze 4 tips om te stoppen met roken. 1. Probeer een maand lang 's ochtends geen koffie te drinken. Cafeïne stimuleert de drang naar tabak. Het is een natuurlijke activator die je makkelijk kunt vermijden, minstens gedurende de eerste paar maanden waarin de ontwenningsverschijnselen het heftigst zijn. Probeer in plaats van koffie eens een van de volgende dranken te drinken: kaneelthee, zoethoutinfusie, gemberthee, passiebloeminfusie. Ook is het van essentieel belang om je inname van vitamine C te verhogen. Deze vitamine is namelijk noodzakelijk om je longen te zuiveren. Gebruik deze noodzak als een geweldig excuus om heerlijke smoothies met aardbeien, sinaasappel, kiwi en mango te maken. En 2. Volkorengranen zijn van essentieel belang om te stoppen met roken. Wanneer je stopt met roken,
gaat het glucosegehalte in je bloed omlaag. Deze milde mate van hypoglycemie zorgt ervoor dat je last krijgt van stress en een onaangenaam gevoel. Als je in dit geval de fout maakt om veel zoetigheid te gaan eten, zal je drang naar tabak alleen maar sterker worden. Daarom is het van essentieel belang om gezonde dingen te eten. Waarschijnlijk zal je aangenaam verrast zijn om te horen dat een dieet gebaseerd op volkorengranen in dit geval geweldige resultaten kan bieden. Dit zul je merken aan je humeur, je gevoel van tevredenheid en vooral aan het gegeven dat je lichaam geen hypoglycemie meer ervaart. Probeer daarom de volgende granen in je dieet op te nemen. Haver, boekweit, rogge, zilvervlies, rijst, rode rijst, lijnzaad 3. Kies voedingsmiddelen die je helpen om te ontspannen. Dit lijkt misschien vreemd, maar er bestaan voedingsmiddelen die je kunnen helpen te ontspannen en de ontwenningsverschijnselen die je ervaart kunnen verlichten. Het regelmatig eten van deze voedingsmiddelen houdt in dat je op een intelligente manier met eten bezig bent en dat je alleen maar kiest voor producten die jou een goed gevoel geven. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt van zeer ontspannende voedingsmiddelen: pompoensoep, gebakken kalkoen met citroen, witte visgroenten, broccoli, rauwe ui, knolraap, wortel, prei, paprika, selderij, snijbiet, noten, bananen, knoflook, biergist 4. Drink warm water met honing. Wanneer je besluit om te stoppen met roken, is het belangrijk om er vanaf dat moment ook voor te zorgen dat je meer vloeistof binnenkrijgt, zodat je alle gifstoffen uit je lichaam kunt drijven en je lichaam goed gehydrateerd blijft. Er bestaan verschillende geweldige huismiddeltjes die het waard zijn eens te proberen. Wij raden een zeer eenvoudig middeltje aan: drink een glas warm water met een eetlepel honing. Dit middeltje heeft een antibacteriële en zuiverende werking die je immuunsysteem versterkt, je lichaam energie geeft, gunstig is voor de longen en je kan helpen om te ontspannen. Bovendien is het zeer verzadigend. Drink dit middeltje 2 keer per dag. Dit is een zeer eenvoudige truc die bijna niets kost en je toch een zeer goed gevoel kan geven. Wil je meer weten? Lees dan: warm water met honing, 5 redenen om het te drinken. Vergeet tot slot niet dat dit advies alleen effectief zal zijn als je zelf consistent bent en jezelf voortdurend blijft herinneren aan hoe belangrijk het voor je is om te stoppen met roken. Als laatste raden we nog aan om een nieuwe sport of hobby op te pakken. Een nieuwe afleiding, zoals een cursus, zwemmen of dansles, zal helpen om je aandacht te vestigen op iets anders dan je drang naar een sigaret. Het is het meer dan waard.